betoverend baai is. Het is voor mij een reunie met dit gebouw. Breda Nu. Je weet het meteen. Ik sta hier in de koepel in Breda waar betoverend baai is plaatsvindt. Dit is een evenement waarbij kinderen op een spelende wijze de koepel kunnen ontdekken. Je hebt alleen maar een telefoon nodig om QR-codes te scannen. En achter elke QR-code schuilt een verhaal. Wanneer je alle opdrachten hebt opgelost, mag je naar de kelder van Karel, waar een heuse schat op je wacht. Wij als Breda Nu gaan dit natuurlijk ook spelen. Ja, deze week is nog de tweede week van de Betoverende Baaienstocht. En dat is een speurtocht speciaal voor kinderen, voor gezinnen. Waarbij ze op spelende wijze zelf zowel de geschiedenis van dit terrein met filmpjes ontdekken, als ook echt het terrein zelf mogen rondlopen, de cellen in mogen en leuke opdrachten doen die passen bij het gevangenisthema. Ik heb een mooi opdrachtenboekje gekregen, Betoverend Baaien. En daar zijn allemaal opdrachten. Maar we moeten natuurlijk ook op zoek naar de QR-codes. Dus die gaan we nu even bekijken. Ja hoor, ik zie daar een QR-code. Betoverend Baai is. Het is voor mij een reunie met dit gebouw. Ik heb hier vroeger ooit gevoetbald. Niet vastgezeten? Ja, dus niet vastgezeten. Oh, niet vastgezeten, ja. We zijn nu aangekomen in de grote douchetoren. En hier werden alle gevangenen gewassen en gedoucht. En ik ga even kijken of ik zelf ook even een douche kan pakken. Wat vind je van de koepel? Ben je al eerder geweest? Nee, ik ben er niet eerder geweest, maar ik vind het wel erg mooi. En ik weet niet of je het boekje al hebt bekeken. Je moet een aantal opdrachten doen. Heb je er zin in? Ja, het is wel erg interessant om er dingen van te weten. Wat vinden jullie ervan dat hier bij Betoverende Baaien jullie kinderen een leuk spel kunnen spelen en natuurlijk ook informatieve dingen kunnen zien? Ja, ik vind het persoonlijk wel heel goed, want op deze manier komen ze erachter van hoe een gevangenis van vroeger dan tenminste eruit zag. En ja, op die manier wil je ze toch eventjes dingen kennis meegeven dat ze bepaalde dingen niet moeten gaan doen, zodat ze ergens binnenkomen waar je niet binnen wil zitten. Kun je iets vertellen over de totstandkoming van dit evenement? Ja, nee, kijk, wij doen al 2 jaar lang de rondleidingen. Die zijn ontzettend leuk en heel druk bezocht. Maar voor kinderen kan het wel zijn dat je als je 1,5 uur ongeveer met een gids meeloopt, dat je ook meer zelf wil ontdekken. Kinderen willen graag zelf spelende wijs dingen doen. En vandaar hebben we in samenwerking met de gemeente, met City Marketing, het Betoverend Breda, hebben we nu een speciale gezinstocht. En helemaal geïnspireerd op Kareltje, die onder de Grote Markt woont, kunnen hier de kinderen ook Kareltje helpen. Die hier natuurlijk 130 jaar geleden ook al zat toen de koepel gebouwd werd. En ze kunnen het licht laten branden hier in de kelder van de koepel. Wat ook heel erg cool is aan het Betoverende Baaien is dat je gewoon de gevangenissen zelf kunt bekijken. Hier zie je gewoon een toilet waar vroeger gevangenen op zaten. Je ziet dat het best een redelijke ruimte is, dat de gevangenen in Nederland niet hoefden te klagen. Hier stond dan vroeger een bed. Dus Betoverend Baaien geeft je echt een inzicht in, hoe was het leven voor gevangenen nou eigenlijk? Wat moest je er net doen? Ik zag je net in de cel, wat hebben jullie gedaan? Moet je dingetjes oplossen en de codes scannen en dan zie je een filmpje. Ik heb eindelijk alle opdrachten opgelost en die opdrachten hebben mij een code gegeven. En met deze code mag ik in de kelder van Kareltje. En in die kelder, mensen, staat iets heel moois. Wil je nou zelf ook weten wat er staat? Kom dan naar Betoverend Baaien, los alle puzzels op en ga de kelder van Kareltje in, net als ik. Breda Nu. Je weet het meteen.